Goeiedag, Sittard, het Vista College. Het is een tijdelijk pand en het wordt opgeknapt door eigen leerlingen van dit college, schilders natuurlijk, die schilderen het. Met verf van Drost en de betrokkenen die gaan erover vertellen en laten alles zien. Dit hier is een project van Vista. Nou, dat zijn allemaal eerstejaarsleerlingen die wat pas 6 weken na een kleine basis schilderopleiding gehad hebben. Meteen een diepe waarde gegroeid om dit hele mooie project te maken. Nou, dit project is tot stand gekomen met een opdracht van de juristenopleiding en de logistieke opleiding. Ze zijn verhuisd, ze hadden hier dit schoolgebouw gekregen. Dit project loopt vanaf de herfstvakantie 2020 tot nu. Ze zijn de laatste handelaken, de laatste gangen zijn we aan het schilderen. Dit hebben we samengemaakt ook met een leermeester van het VOS, die wat de leerlingen verder begeleid heeft op de werkvloer. Wat is het VOS? Het VOS is vakopleiding schilderen. Het is een partner van het Vista College, van de afdeling schilderen. En het VOS plaatst de leerlingen uit bij grote bedrijven. Dus zij zijn eigenlijk een schakel tussen de school en het bedrijfsleven in. En dit gebouw, hè, hoeveel lokalen en gangen et cetera behandelen jullie? We hebben vanaf de herfstvakantie ongeveer 18 lokalen en gangen geschilderd. Drost heb ik dus ontmoet op een vakbeurs in Gorinchem. En daar zijn we in gesprek gekomen met de directeur Patrick van der Boom. Patrick van der Boom heeft ons uitgenodigd voor ons naar zijn verffabriek te komen kijken. En daar zijn we toen naartoe gegaan en dan ziet de leerling op traditionele wijze hoe de verf nog gemaakt wordt. Dus je ziet elk onderdeel, elke fase van het proces, van grondstof tot vloeibare verf, dat ziet de leerling dan. En de leerlingen die weten niet wat ze zien, want er gaan dan heel veel verschillende soorten grondstoffen in 1 liter verf. En hoe zie jij de samenwerking met het Vista College? Nou, dat is inderdaad een heel mooie samenwerking die wij tot stand hebben kunnen brengen. Men is overtuigd over de producten. De klanten, of althans de schilders zelf, zijn ermee in aanraking gekomen en die zijn er uitermate mee, tevreden mee. We hebben een keuze gemaakt tussen de Alaska Premium. Is een reinigbare topkwaliteit matte binnenmuurverf met een binnenklimaat zuiverende werking. Kenmerken daarvan is dat hij ontzettend schrobklasse 1 heeft, heel goed reinigbaar is, goed verwerkbaar is en een CO2-emissie verlagend. Ook aangeduid met het eco-footprint uiteindelijk. Dus het Deventop PUAC Noblesse is eigenlijk een snel vernettende dispersie voor straklakwerk. Die wordt hier toegepast vooral bij de houten kozijnen en houten deuren. Grote voordelen van deze zijn dat hij uitstekende vloeiing heeft, uitstekende verwerking heeft, een anti-bloksysteem, een superieur huidvetbestendigheid en een kras- en stootvastheid. Beide producten, zoals de Alaska Premium, zoals de Deventop Noblesse, zijn erg veilig en daardoor ook inderdaad vaak ook goed inzetbaar bij zorginstellingen, ziekenhuizen, openbare gebouwen en zoals onder andere hier ook scholen. Ja, Sanne, jij bent chef decoratie. Ja, chef. Ik doe de decoraties in dit project om gewoon de school een beetje op te vrolijken. Dan ziet het ook niet zo saai uit voor de leerlingen. Ze moeten het eigenlijk zeg maar vaker doen in de schildersopleiding, want dat geeft meer een boost voor aan de zelfvertrouwen en voorsprong op de opleiding. Als Vista College hebben we duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Dat is een van onze speerpunten. Het is vooral gericht eigenlijk op duurzaamheid breed, dus waar personeel inzet. Als ook het gebruik van auto's, maar ook het gebruik van materieel binnen de gebouwen. Ja, en omdat het een eigen locatie is, is het natuurlijk wel mooi om zo duurzaam mogelijk materiaal te gebruiken. Maar ook voor onze studenten, dat ze zien wat is duurzaam materiaal, hoe kun je het gebruiken, wat zijn de voordelen. Ja, en wat houdt het nou eigenlijk in duurzaam materiaal? Hè? De plant-based productie ervan, ja, hoe werkt dat en waarom kiezen we daarvoor? En waarom kom je dan juist uit bij Drost? Drost is al een van onze leveranciers en staat, heeft ook duurzaamheid hoog in het vaandel. En wij hadden zoiets, deze leverancier past bij ons, dus die gaan we gebruiken en inzetten. Ja, het is leuker om hier te zijn dan in een praktijklokaal, want hier heb je het echte werk als het ware. En het is me goed bevallen. Dit is eigenlijk de echte praktijk. We hebben een hele mooie locatie, dus 2 verdiepingen het schilderlokaal. Maar er is niks zo mooier als de praktijk in de praktijk te leren.